Mevrouw Schauvliege, zoals gezegd, blij dat u er bent. Ik vraag me eigenlijk af, hoe hebben we elkaar 7 maanden kunnen mislopen? Dat hebben we vaak geprobeerd. Ik denk dat ik natuurlijk een heel drukke agenda heb en u heeft mij uitgenodigd en ik ben hier. Ja. En ik maar het verschil met de collega's is vaak wel groot. Hè? Is dat zo? Dat is zo, ja. Als ik bijvoorbeeld kijk, minister Koen Geens heeft het heel moeilijk en dan, die laat zich toch bijna elke dag zien deze dagen, denk ik. Ja, ja. Maar ik ben hier. Ik hoop dat u blij bent dat ik hier ben. Heb jij mevrouw Schauvliege al vaak moeten interviewen, Jan? Geregeld. En ik denk dat wij, zowel zij als ik, ons nog heel goed herinneren wat het allereerst was. Ja, absoluut. Ik heb dat daar straks gehoord. Ja, vertel eens kort. Ja, Joke Schauvliege zat pas in het parlement toen. En net als Hilde Crevits waren toen allebei jonge talenten nog vrij onbekend en werden door een commissievoorzitter in het parlement af en toe niet voor vol aangezien. Vooral omdat ze vrouwen waren. En dus, zij werden kippetjes genoemd door die man. Een liberaal. Geen toeval, uiteraard. Okay. Macho-liberaal, die hen kippetjes noemde. En daar hadden zij het bijzonder moeilijk mee. En dat hebben ze dan ook aan de kaak gesteld. Wie was die liberaal? Het laatste nieuws. Van der Nabele? Ik denk dat het Van der Nabele was. Ja. Ja. Ja, met Dirk Draulans bijvoorbeeld? Ja. Want laat ons zo eens naar de inhoud gaan, hè, waar we het graag met u willen over hebben. Ik beschouw Schauvliege ondertussen niet meer als minister van Natuur, maar minister van alles behalve natuur. Ik denk dat dus de CD&V echt een verrottingsstrategie naar natuur aan het uitvoeren is, omdat ze denken dat ze daar meer kiezers door gaan winnen. De minister van alles behalve natuur. Kan u zich daar een beetje in vinden intussen? Ik kan me daar niet in vinden, maar ik ben ondertussen ook aanwezig geweest op de boekvoorstelling van Dirk. Ja. En ik denk dat we ook een en ander hebben kunnen bijpraten. En vredig gesloten. Ik ben het daar ook helemaal niet mee eens. En ik denk ook wel dat hij het inziet dat je als minister natuurlijk naar evenwichten moet zoeken. En dat is niet altijd evident. En dat zorgt er wel voor dat zowel natuur als landbouw op een bepaald moment niet tevreden zijn met een beslissing. Maar die evenwichten moeten gezocht worden. Bent u het ermee eens dat u enorm veel kritiek heeft gekregen de voorbije maanden? Als het gaat over het zoeken wellicht van dat evenwicht? Er is inderdaad kritiek gekomen omdat het geen gemakkelijke evenwichtsoefening is. En wat maakt die zo moeilijk? Staat de natuursector te roepen dat alles natuur moet worden. En aan de andere kant roept landbouw alles moet landbouw zijn. Maar wij moeten evenwicht zoeken, want iedereen wil graag comfortabel wonen. We willen veel natuur, we willen graag bos. We willen natuurlijk zorgen dat de ruimtelijke ordening goed in elkaar zit. En dat is constant zoeken naar evenwichten. Een marionet van de boerenlobby hoor je dan wel eens zeggen. Ook van collega's binnen de meerderheid. Hè. Bij NVA wordt dat ook wel eens gezegd. Ja, maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik praat evenveel met vertegenwoordigers van de landbouwsector als ik met vertegenwoordigers van de natuursector praat. En vaak lees je ook aan de andere kant kritiek dat ik te veel voor natuur zou opkomen. Dus dan denk ik, dan ben ik wellicht goed bezig dat ik het evenwicht zoek en daar probeer het midden te bewaren. Ja, raakt u dat persoonlijk, als het zo blijft komen? Wel, als het natuurlijk inhoudelijke kritiek is, vind ik het logisch dat de oppositie of sommige partners kritiek uiten. En dan kan ik mij daar ook tegen verweren. Wat ik niet fijn vind, dat is dat men persoonlijk aanvalt en het op de man of de vrouw speelt. En daar kan je heel moeilijk tegen verweren. En heeft het u geraakt de voorbije maanden? Uiteraard heeft mij dit geraakt, omdat het ook helemaal geen steek houdt. Er wordt een framing opgezet alsof ik niet liever zou doen dan alle bomen kappen die ik tegenkom. Dat is helemaal niet zo, integendeel. Maar u zegt ook, want ik heb een goed contact met natuurverenigingen, bijvoorbeeld... Bosplus, wanneer ziet u die mensen? Want dat is kortelings, dacht ik, hè? Ik denk dat ik deze week Bosplus nog eens zie, ja. Dat klopt. En hoe lang is dat geleden? Ik weet het niet. Zou het kunnen de laatste keer, 9 november 2009? Ik denk het niet. Ik denk dat die mensen vaak bij ons over de vloer zijn geweest op het kabinet. Dat is wat de baas van Bosplus zegt, hè? Bert Zonville. Ja. 2009, hij persoonlijk en intussen nog 1 contact met 2 medewerkers van uw kabinet. Geen enkel persoonlijk contact met uzelf. Ja, maar ik heb heel veel overleg over de bossector. En dat zijn natuurlijk meer organisaties dan alleen Bosplus. Dus ik denk dat Bosplus natuurlijk zichzelf graag ziet als de grote partner. Maar er is ook zoiets als een van de partners. Maar vindt u het oké dat u daar helemaal geen contact mee heeft? Maar dat is niet waar. Er is ook heel veel overleg, ook met onze diensten. Het Agentschap Natuur en Bos, die hebben zelfs een structureel overleg met Bosplus. Die krijgen ook een heel pak subsidies om mee het beleid uit te tekenen. Dus ik begrijp helemaal... Maar dat u de baas van zo'n organisatie 1 keer om de 7 jaar dan ziet, vindt u dat oké? Maar ik heb Bert al heel vaak gezien op heel veel evenementen ook. Dus ik vind het bijzonder eigenaardig. Geen persoonlijk contact, zegt hij. Goed. Nou, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat ik hem al vaak ontmoet heb. Laat ons even kijken naar ook weer de inhoud van de zaak als het over Bosplus gaat en de bossen in Vlaanderen. Belangrijke materie ook, hè? Elke dag verdwijnt er 6 hectare van ons buitengebied onder het beton. En dat is een erfenis die wij onszelf en onze nakomelingen aan het opleggen zijn, die stilaan onhoudbaar wordt. Je merkt dat er toch meer bossen verdwijnen, in mijn streek althans, en ik denk dat dat in veel streken zo is in Vlaanderen, dan dat er bossen bijkomen. We hebben de mond vol en onze beleidsmakers hebben de mond vol dat Vlaanderen een goede regio moet zijn om te leven, te wonen, te werken. Wel, dat beetje bos, dat beetje natuur, dat is echt wel een essentieel onderdeel daarvan. Dus bij deze een oproep. De oproep en misschien de belofte of het engagement voorleggen dat tegen 2020, dacht ik, dat er 10.000 hectare aan bossen zouden moeten bijkomen in Vlaanderen. Hoe zit het met dat plan, die evolutie? Wel, daar wordt dagdagelijks aan gewerkt. Als men natuurlijk zegt, er verdwijnt bos in Vlaanderen, dan klopt dat wel, maar de bossen zijn bijzonder goed beschermd. Geen enkele bos of boom verdwijnt zonder dat die moet gecompenseerd worden. En dat vergeet men ook te zeggen. En hoe groot is de achterstand van dat compensatiegegeven intussen? Want dat wordt ook vaak gezegd. Hè? Er is intussen 1500 hectare achterstand. Klopt dat cijfer? Maar laat mij misschien toch eventjes ook kaderen over welke bossen gaat het dan die verdwijnen. Dat gaat bijvoorbeeld over een stuk bouwgrond. Je koopt een stuk bouwgrond, je denkt ik heb kinderen, die zullen later groot zijn, die willen daar later op bouwen. Ondertussen groeien daar bomen op of je zet daar bomen, je bent geëngageerd, u zegt dat is goed voor de omgeving. En op een bepaald moment willen uw kinderen dan bouwen en u vraagt een bouwvergunning om daar te bouwen. Als we doortrekken wat gevraagd wordt door BosPlus, dan kan er dus niemand meer dat stukje bouwgrond bebouwen, want dan staan daar bomen op en dan is het gedaan. Dus we moeten ook opletten voor de tegenreactie. Ik heb dat ook al tegen de mensen gezegd, dat als je geen enkele boom meer laat kappen, dat niemand nog op een tijdelijk stukje bouwgrond een boom zal planten of een bos zal laten groeien, want zal om de 6 maanden met de bosmaaier gewoon alles juist, en laat ons dan gewoon naar de slotsom kijken. 10.000 hectare tegen 2020. Natuurpunt. En het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, ook onder de Vlaamse overheid vallende, zegt als we aan dit tempo voortdoen, zijn we er tegen 2067 in plaats van 2020. Ja, maar daarom hebben wij ook de middelen die in het boscompensatiefonds zitten, de 8 miljoen, die daar nog in de reserve zaten, die we inderdaad niet vrij kregen. Ondertussen hebben we die kunnen vrijmaken. Zetten we die nu extra in voor aanleg van extra bossen. Dus we zetten daar dagdagelijks op in. Maar ook daar is het zoeken naar goede locaties, naar opportuniteiten om die bossen aan te planten. En wij doen ook jaarlijks oproepen naar de lokale besturen, de gemeentebesturen, de steden, om ook hen te financieren. Maar is dat niet een beetje uw verantwoordelijkheid als minister om dat ergens te gaan bekijken? Maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik heb als u zegt, we moeten oproepen, dan bent u afhankelijk van wat dat anderen ermee doen. Ja, nee, wij hebben beide. Hè. Dus wij doen zelf ook aan bosaanplant via het Agentschap Natuur en Bos. Wij doen een oproep naar lokale besturen, omdat zij vaak ook graag in een gemeente die bossen hebben. Dus wij zorgen ervoor vanuit de Vlaamse overheid dat we die kunnen aanwenden. En wij beschermen ook de bossen die kwetsbaar zijn. Ik zal binnenkort ook naar de Vlaamse regering gaan om 12.000 hectare bedreigde bossen, om die ook nog eens extra te beschermen in Vlaanderen. Is dat naast de wet die het parlement heeft voorgelegd voor de bescherming van die bossen? Of gaat het... Ja, dat is op basis van dat amendement waar wij natuurlijk achter staan. We hebben ook gevraagd aan het parlement om dat te doen. Dus het parlement heeft de opdracht gegeven om een kaart op te maken. Die kaart is klaar en dat kunnen we binnenkort ook voorleggen. Ik vind het ook wel belangrijk, want u verwijst ook naar Natuurpunt. Maar we moeten ook wel weten dat voor natuur er ook bos wordt gekapt. Vlaanderen is in de jaren 2000 aangemeld bij Europa als een heidegebied. Dus voor natuur is er ook al 400 hectare bos gekapt, ook in gebieden van Natuurpunt. En dat wordt nooit vermeld, dat vindt iedereen maar normaal, maar dat tikt ook allemaal bij de klok. Dus ook dat moeten we compenseren, ook dat, daar moeten we extra plaats zoeken. Maar zij kijken ook naar het totale plaatje en ik vraag me nog wel altijd af, hè, want heel veel critici, ik zeg ook maar Bart Muys bijvoorbeeld, hoogleraar bosbeheer van de KUL, die noemt dat politieke onwil op het hoogste niveau. Zijn die experts, die mensen van die verenigingen, academici, zijn die allemaal verkeerd of hoe bekijkt u dat? Maar u noemt een aantal namen die ook allemaal verbonden zijn natuurlijk aan BosPlus. Maar er zijn ook andere stemmen en ik vind het heel belangrijk om die ook allemaal te laten horen. Maar het is dat Natuurpunt zegt en uw eigen instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zegt dat ook. Ik heb gisteren nog gesproken met het hoofd van het INBO, dus het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, die mij ook zegt van wat er allemaal beweerd wordt, klopt niet. Er wordt effectief aan bosuitbreiding gedaan. Dus ik vind het wel belangrijk. We hebben hen ook aan de lijn gehad, mevrouw Schauvliege, en ze klinken toch heel anders als we uw naam laten vallen, hoor. Ja, dat is dan toch wel bijzonder eigenaardig. Maar het is echt wel bullshit dat er politieke onwil zou zijn, een framing, alsof dat wij geen bomen willen planten. Ik zou niet liever doen dan die bomen planten. En we doen dat ook in de praktijk. Ik kan dat ook tonen, dat er heel veel goede, mooie dossiers zijn waar wij verder investeren. Er is trouwens bijna geen enkele sector in Vlaanderen die kan zeggen dat de middelen zijn toegenomen. En Natuur en Bos, daar zijn de middelen gestegen de voorbije jaren in deze moeilijke budgettaire tijden. Wat denk je, Jan? Volg je dat dossier een beetje? Nee, ik was ook een beetje in de war, omdat ik 2 keer in hetzelfde interview nu het woord bullshit heb gehoord van een CD&V'ster dan nog. Een nieuwe CD&V est arrivé. Welkom. Dat is een primeur. Ja. Ja. Nee, maar ben je met de materie zelf nee, ik niet. Nee. Ik merk alleen dat het voor buitenstaanders bijzonder moeilijk te volgen valt over het exacte aantal hectaren bos, wat er is bijgekomen, wat er eventueel is weggegaan. Er bestaat blijkbaar geen eensgezindheid over. En dat is een probleem, denk ik, in de perceptie voor de bevoegde minister. Ja. Ik wil nog één ding vragen. Als het over bijvoorbeeld een dossier als Essers gaat, hè, welke elementen overtuigen u dan om een bepaalde beslissing te nemen en die vergunning te geven om dat waardevol gebied, waar iedereen het toch over eens is, om dat weg te nemen? Maar u spreekt over een waardevol gebied waar iedereen het over eens is. Het gaat over een dennenbos dat destijds is aangelegd voor de mijnbouw. Dat gelegen is tussen 2 autosnelwegen. En waar de Vlaamse regering, dus niet ik alleen... Dus u zegt zoveel maar waar is dat niet waard? Nee, inderdaad. Waar de Vlaamse regering op basis van de elementen in het dossier en de stukken van de deskundigen heeft vastgesteld dat het inderdaad niet om een waardevol bos gaat en dat de uitbreiding daar kan. Dat is een beslissing van de Vlaamse regering. Ik heb ook gehoord, ook in uw uitzending trouwens, dat men zei... Ja, de Raad van State die gaat daar hakhout van maken. De Raad van State heeft daar geen hakhout van gemaakt. Het is nogmaals bevestigd door de Vlaamse regering. En niemand heeft daar nog iets over gezegd, over dat dossier. Dat zit heus goed in elkaar. Het gaat over 10 hectare. Nog eens, geen waardevol bos. En dat bos wordt op een andere plaats gecompenseerd met nog veel meer bos dat ecologisch veel meer waard zal zijn. En wanneer zal dat gebeuren eigenlijk? Want die vorige compensatie, dat was een beetje duister. Nee, wanneer dat is niet duister. Dat is een onderdeel van het dossier, is ook onderdeel van de beslissing. En dat moet gebeuren binnen een correcte termijn. Dat wordt trouwens ook opgevolgd en daar is ook inspectie die daar naar kijkt. Nog één ding heel kort, mevrouw Schauvliege, want Annemie Turtelboom heeft heel veel over zich gekregen. Op een bepaald moment houdt dat op. Wat maakt dat u dat goed doorkomt, zo'n periode van heel veel kritiek? Wat maakt dat ik dat goed doorkom? Ik denk dat wat mezelf betreft, dat de dossiers echt wel stevig in elkaar zitten. Dat we nooit over één nacht ijs gaan. Goed, maar dat vraagt soms wel veel van de mensen. Heeft dat met uzelf te maken, met steun van een partij? Ik denk dat ik zelf ook wel sterk ben, dat ik daar goed tegen kan, dat ik de zaken ook wel kan plaatsen. Het gaat ook vaak om een beperkt aantal mensen die overal wel hun contacten hebben. Nu heeft iemand op de redactie zitten die bijzonder goede contacten heeft met BosPlus. Ik heb die man daarnet ook ontmoet, dus vandaar ook wel uw contacten en het feit dat dit in uw programma heel vaak ook aan bod komt. Dus op dat vlak weet ik wel dat een klein groepje van mensen is die natuurlijk op die manier overal wel een forum krijgt. Dus ik weet dat ook te kaderen en de steun in mijn partij is er uiteraard ook. Dat blijft altijd belangrijk. Cruciaal element wellicht. Ja, dat is zo. Je valt pas als minister. Kijk naar Annemie Turtelboom, kijk ook naar Jacqueline Galant. Op het moment dat je eigen partijvoorzitter, je eigen premier van je eigen partij, je laat vallen. En dit zegt iets, het feit dat mevrouw Schauvliege nog altijd op post is, zegt iets over haar eigen taaiheid als politica, die wellicht vaak wat onderschat wordt. En zegt ook iets over de loyaliteit van haar partij, die in Oost-Vlaanderen ook weinig valabele alternatieven heeft, denk ik, om naar 2018, 2019 te gaan. Oké.